Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog van Maaike, de vloggende fysiotherapeut op het kanaal Fysiotherapie, Beweeg en Ontspan. Onwijs leuk dat je weer kijkt en ben je nieuw geabonneerd, welkom. Ook de geabonneerden die natuurlijk al waren, ook welkom uiteraard. En ben je nou nog niet geabonneerd, doe dan even dat nu. Klik op abonneren en klik op een belletje en dan krijg je een pop-up wanneer ik weer een nieuwe vlog post. Vaak op maandagochtend, elke week, over fysiotherapie, beweging of ontspanning. Vandaag over fysiotherapie. Een vlog over fysiotherapie. En dat komt namelijk aan de hand van een cliënt die ik van de week had. En die cliënt die had zenuwklachten in het been. Vaak komt dat door een hernia. Maar diegene die had geen rugklachten. Helemaal niks. Nou, dan ga ik natuurlijk als fysiotherapeut ga ik natuurlijk mijn testen doen. Dan kan ik de straight leg test kan ik doen, hè, de SLR. Bijvoorbeeld, nou ja, dat zegt misschien sommigen niks, maar anderen weer wel. Die kan ik doen. Ik heb nog veel meer tips en tools, dingetjes om die testen wel of niet in of te includeren of niet van een bepaalde klacht. En dit keer was alles wat wees op hernia was allemaal negatief. Ook dat verhaal kwam niet naar voren. En hij had echt tintelingen echt in het bovenbeen. En voornamelijk wanneer hij gewoon zat in rust, maar ook tijdens wandelen. En had vorig jaar had hij de Vierdaagse gewandeld. De Vierdaagse van Nijmegen. Nou, fanatieke wandelaar dus, die nu ook weer in training is. Want vorig jaar was het heel succesvol. Dus dit jaar wil diegene weer meedoen aan de Vierdaagse van Nijmegen. Waar ik overigens ook weer bij ben. Op Bungalow Park de Groene Heuvels. Met de sportief wandelgroep Zoetermeer. Daar ben ik dus de fysiotherapeut. Hartstikke leuk. Als je leuk vindt om terug te kijken vorig jaar. Hieronder heb ik de link gezet van de vlogs van vorig jaar van de Vierdaagse. Maar dat terzijde, we dwalen eventjes af. En diegene had dus gewandeld bij Nijmegense Vierdaagse en die had voornamelijk aan de bovenkant, dus op het bovenbeen had hij tintelingen, af en toe een beetje doof gevoel. Oké, ik aan de hand van mijn testen, nee, geen hernia, dit, dat. En ineens schoot het me te binnen, heeft diegene vaak een riem om. Of een strak iets om de buik heen. Of een rugzak met zo van die bandjes. En dat vastgeklikt, maar ook echt vastgeklikt, zeg maar. Hè? Als je op het moment dat je natuurlijk lange periode gaat lopen, dan krijg je daar natuurlijk, kan je daar natuurlijk last van krijgen. Door middel van het afknellen daarvan. Tintelingen doof gevoel komt vaak door een zenuw. Dus het was natuurlijk wel, het hele verhaal zenuw kwam natuurlijk sowieso bij me op. En die hernia uitgesloten, naar andere dingen geprobeerd. En ineens zei ik tegen diegene, heb jij een riem om gehad? Een riem om? Ja, ik heb altijd een riem om. Hij wandelt ook altijd met een spijkerbroek met riem. Maar hij wandelt dus ook altijd met een rugzak. En heb je hier zo'n bandje die dicht kan klikken? Nou, prima. Maar hij deed dus ook bij de heupen, of bij het bekken eigenlijk meer, deed hij ook hem dichtgeklikt en ook echt goed vastgeklikt. Want ja, dat was lekker vastgeklikt en lekker stevig gevoel van die backpack op je rug. Er zit natuurlijk niet heel veel in, maar het is toch wel iets. En dat had hij dus altijd zo aangeklemd, plus nog eens die riem, dat er gewoon wat werd afgekneld. Dus, mijn advies werd uiteraard het wandelen zonder backpack of zonder riem. Nou, hij is dat gaan doen en nu gaat het dus heel erg goed met hem. Vandaar dat ik denk, dat is een leuk onderwerp om een vlog over te maken. Want ik wil ook mensen waarschuwen, dat is natuurlijk ook het hele idee van deze vlogs, informeren, adviseren, waarschuwen. Op het moment dat je dus lang gaat lopen en je hebt een backpack om, prima, helemaal goed. Maar zorg voor afwisseling op de steunpunten van je backpack. Dus hier. Of wissel het af, zodat je niet altijd een punt hebt wat heel erg knelt. Nou, die tintelingen en die doof gevoel, die kunnen gaan verdwijnen. Nu was dit een heel erg jong persoon, dus het herstel van zo'n zenuw gaat relatief snel. Ik gaf ook nog oefeningen mee voor het verlossen van de zenuw. Vind je dat interessant? Ik heb ook een keer een vlog gemaakt over zenuwaandoeningen. Die zet ik ook even hieronder. En daar leg ik precies uit hoe dat werkt met die zenuw. En hoe je kan flossen uit en in met een zenuw. Die dus iets wat bekneld zit. En daardoor dus tintelingen doof gevoel geeft. Hè? Uitstralende klachten noemen we dat. Heel belangrijk dat flossen. Heel veel fysiotherapeuten die weten dat niet. Of die geven dat niet mee aan de cliënten. Ontzettend belangrijke oefening. Ook voor de neurologen. Dus neurologen, als jullie kijken, flossen van de zenuw, hartstikke belangrijk. En met die tips en die tools en dus ook die oefening, plus mijn behandeling,
ja, is diegene gewoon stapje voor stapje voor stapje herstellende van die tintelingen doofgevoel in dat bovenbeen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat vind ik natuurlijk heel erg gaaf, dat ik iemand tips en tools geef, oefeningen, ik behandel zelf. Diegene gaat er ook daadwerkelijk mee aan de slag. En het werkt. En hij komt gewoon van zijn klachten af. Dus dat is superleuk. Dus, de boodschap van vandaag, van deze vlog, is... Wandel je veel. Echt lange stukken, 20, 30, 40, 50 kilometer. Gebruik je een backpack. Doe hem dan wisselend dragen. Gebruik je een riem. Doe dat eigenlijk niet. Of doe hem gewoon heel erg los. Of wissel dat ook af. Dat je niet constant die druk hebt op die afknelling en dus dat afknelt. En dus daar uiteindelijk kan je daar uitstaande klachten van krijgen. Dus dat is mijn boodschap voor vandaag. Nou, dat was het einde van de vlog weer. Kort maar krachtig. Vond je deze vlog leuk? Doe een dikke duim omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. En ik hoop jullie allemaal volgende week maandag weer te zien bij een nieuwe vlog van Maaike, de vloggende fysiotherapeut, op het kanaal Fysiotherapie, Beweeg en Ontspan. Tot volgende week!